Vandaag een antwoord op de vraag van Linda. Linda is enigszins in paniek. Linda is vroeger namelijk flink gepest geweest met haar mollige postuur. Sindsdien heeft ze heel veel aandacht voor haar voeding en het maar niet weer mollig worden zoals vroeger. Inmiddels is ze gewoon keurig op gewicht. Hier besteedt ze dus heel veel aandacht aan en haar grootste angst is eigenlijk dat ze dus weer toeneemt in gewicht, toeneemt in lichaamsvetmassa. Helaas, zonder dat ze ook maar iets heeft veranderd aan haar eet- en leefstijl, is de afgelopen tijd het lichaamsvetgehalte van Linda toegenomen. En daardoor is ze behoorlijk in paniek. Ze zou minder in paniek zijn wanneer ze dat kon herleiden in een veranderd eet- of leefpatroon. Want dan wist ze namelijk wat ze moest veranderen. Maar doordat dat niet het geval is, daar is niks aan veranderd, is ze wat in paniek. Want haar lichaamsvetgehalte neemt zomaar toe. Wat is wel veranderd in de afgelopen tijd? Linda kampt al een poosje met zowel psychische als ook lichamelijke klachten. En is nu sinds een aantal maanden voor beide medicijnen aan het gebruiken. Om de klachten maar zoveel mogelijk voor te blijven, te onderdrukken, tegen te gaan en dergelijke. Dus de vraag van Linda is: kan het zo zijn dat medicatie van invloed is op mijn lichaamsvetgehalte? Want ik kan daadwerkelijk niks anders bedenken dan dat wat veranderd is in de afgelopen tijd, waardoor mijn vetgehalte zo kan zijn toegenomen. Dit vind ik best wel eng. Dus de vraag van Linda is: kan het zo zijn dat medicatie van invloed is op je lichaamsvetgehalte? Nou, eerst om te gaan begrijpen, moet jij gaan begrijpen, en velen met jou Linda, wanneer je lichaamsvetgehalte toeneemt. Je lichaamsvetgehalte neemt toe wanneer je beduidend meer calorieleverende voedingsstoffen binnenkrijgt een periode lang ten opzichte van het verbruik in jouw lijf, maar dat is niet aan de orde. Hoe kan het dan dat je lichaamsvetgehalte toch is toegenomen, want dat merk jij? Nou, dat komt omdat jouw lichaam zelf in staat is sommige stoffen, en die worden niet essentieel genoemd, zelf te vormen. Brandstoffen zoals glucose, middels een proces gluconeogenese, en ook vetten, middels een proces genaamd lipogenese, kan jouw lichaam zelf vormen. Dit betekent dat je lichaamsvetgehalte toe kan nemen als gevolg van het regelmatig plaatsvinden van lipogenese in je lijf. Nou, dan moeten we gaan begrijpen wanneer dat proces gestimuleerd wordt en plaatsvindt in je lijf. Want processen worden allemaal gestimuleerd. Gestimuleerd door hormonen. Hormonen zijn signaalstoffen welke een boodschap overbrengen met betrekking tot het plaats laten vinden, stimuleren van een proces. En een van die processen betreft dus lipogenese. Het hormoon insuline is het hormoon welke dit proces stimuleert. Dit betekent dat als er meer dan eerder, sinds jouw medicijngebruik, dit proces is gestimuleerd in jouw lijf, en dus meer dan eerder koppelen we hier aan insuline, is afgegeven in jouw lijf, of langer is afgegeven in jouw lijf, dat dan jouw lichaamsvetgehalte kan toenemen, ondanks een onveranderd eet- en leefpatroon, en ondanks het feit dat je medicijnen geen calorieleverende voedingsstoffen leveren. Insuline, wanneer wordt het afgegeven in je lijf? Insuline wordt afgegeven in je lijf wanneer je bloedsuikerspiegel verhoogd wordt. Insuline wordt langer dan het eigenlijk zou moeten afgegeven in je lijf wanneer je bloedsuikerspiegel regelmatig verhoogd wordt, maar vervolgens de suiker in jouw bloedbaan, glucose, niet echt heel goed verdeeld en opgenomen kan worden in je cellen en verbruikt kan worden al daar. Dat betekent dat je een verhoogde afgifte van insuline en dus ook het regelmatig plaatsvinden van lipogenese in jouw lijf kan verkrijgen wanneer je medicijnen van invloed zijn op de hoogte van je bloedsuikerspiegel en of de verdeling en de opnameverbruik van glucose in je lijf.
Zijn er medicijnen die een dergelijke, dergelijk effect met zich meedragen? Ja, die zijn er. Je hebt bijvoorbeeld corticosteroïden. Dat zijn bijnierschorshormonen met ontstekingsremmende eigenschappen. Die gluconeogenese, dus de vorming van glucose, door jouw lever stimuleren. Deze medicijnen kunnen dus bijdragen aan een verhoging van je lichaamsvetgehalte wanneer je die een periode lang gebruikt, aangezien los van je voeding dan vaker je bloedsuikerspiegel verhoogd wordt, vaker insuline afgegeven moet worden en dit hormoon dus van invloed is op lipogenese, de vorming van vet door je lichaam zelf. Dan zijn er ook medicijnen zoals opiaten, verdovende medicijnen, blokkerende medicijnen zoals beta-blokkers, dat zijn bloeddrukverlagende medicijnen, en ook kalmerende medicijnen zoals antidepressiva, die van invloed zijn op de verdeling en, van glucose, brandstoffen over je lijf en de activiteit in je lijf. Medicijnen met verdovende, blokkerende en rustgevende eigenschappen, die verminderen dus over het algemeen de activiteit in je lijf. Ja, en dan kan het dus ook zo zijn dat de glucose die altijd in je lichaam aanwezig is, in je bloedbaan aanwezig is, omdat je lichaam dat zelf kan vormen, dat die minder snel verdeeld en verbruikt wordt in je lijf als gevolg van je medicijngebruik. En ook dan kan, ondanks een onveranderde calorie-inname door een lager verbruik in je lijf, toch je lichaamsvetgehalte gaan toenemen. Dus als antwoord op je vraag, Linda, kan het zo zijn dat als gevolg van medicijngebruik mijn lichaamsvetgehalte de laatste tijd toeneemt? Ja, dat kan. Dat kan vooral wanneer je medicijngebruik van invloed is op de hoogte van jouw bloedsuikerspiegel en of de activiteit in je lijf.